Hoi, welkom op mijn YouTube-kanaal. Ik ben weer bezig met het bouwen van een robot. Van het soort wat ik nog niet eerder maakte. Dat wordt best een leuk filmpje, denk ik. Maar ik ben nu beland op een soort zijspoor. Want tijdens de ontwikkeling liep ik tegen een probleem aan. En dat moet opgelost worden. En daarover gaat deze video. Die robot die wordt bestuurd door een Arduino Nano. En die besturing dat is nogal een tijdkritisch proces. En die Nano die heeft daardoor geen tijd om andere dingen te doen. En ik wil hem eigenlijk wel wat signalen gaan sturen met deze afstandsbediening om de robot te kunnen besturen. Maar zoals ik al zei, in de loop is geen tijd meer om die signalen af te handelen. Eigenlijk heb je interrupts nodig om zo'n dingetje af te vangen en dat gaat niet werken in het huidige proces. Dus de oplossing is om een tweede Arduino te integreren, een tweede Arduino Nano, en die deze signalen laten afvangen en dan via een snelle manier communicatie te krijgen tussen die twee Arduino's om die signalen uiteindelijk toch bij die eerste Arduino te krijgen. Nou, zou ik dat misschien nog kunnen doen met seriële communicatie, alleen via de hardware UART, niet via software, dat gaat zeker niet lukken. Maar dan heb je vaak weer het probleem dat je tijdens het programmeren die twee poortjes moet losmaken, die seriële poortjes, poortjes 0 en 1. Omdat anders het programmeren niet lukt. Dat gaat gewoon vaak fout. Dus moest ik een andere manier bedenken om die signalen naar die eerste Arduino te krijgen. Dit is het eerste experiment. Waarschijnlijk niet degene die ik ga gebruiken, maar wel eentje die ik al langere tijd wilde proberen. Gewoon uit nieuwsgierigheid. En dat gaat zo. Dit is de Arduino Nano die het signaal uitleest van deze infraroodsensor. Dus die ontvangt de signalen van de afstandsbediening. En we gaan zo meteen wel even kijken naar het schema. Maar goed, wat hij doet is hij leest deze uit. En als hij een signaal ontvangen heeft, dan vertelt hij dat aan deze Arduino via een analoog signaal. Dus ik heb hier een PWM-uitgang. En die maakt dus een PWM-signaal. En dat wordt hier door een low-pass filter wordt het omgezet in een spanning. En deze Arduino meet die spanning. En door dus verschillende spanningen aan te bieden, kan je dus eigenlijk dat gaan vertalen naar verschillende signalen. We zullen zo meteen zien waarom dit in de praktijk niet helemaal praktisch is, maar het is wel een leuk experiment om een keertje te doen. Dit is het schema van het eerste experiment. Ik heb dus twee Arduino's. De onderste hier, die heeft die IR-sensor, infraroodsensor, en die bovenste hier, die voert dat bedrijfskritische proces uit. En die heeft niet veel tijd in de loop om zo'n sensor te checken. En hij heeft ook geen interrupt vrij. Dat hebben we eigenlijk wel nodig. Dus hier zit die sensor op. Die sensor is bij mij een algemeen type. Hier, die had ik nog liggen in het zakje. Maar normaal gesproken, als je zo'n afstandsbediening koopt, dan krijg je daar ook gewoon een sensor bij. Zie je? Hier zit die. En dan kunnen die aansluitingen wel eens afwijken. Bij mij is het nu, meest links is signaal, dan in het midden de ground en helemaal rechts de 5 volt. Maar dat zou dus kunnen afwijken als je de officiële gebruikt. Ik ben hem kwijt. Nou, als deze sensor dus een signaal krijgt, dan wordt hier pin 3 laag gemaakt in eerste instantie. Dat is mijn trigger, daar zit een interrupt op. En dan lees ik de rest van het signaal uit. En dan maak ik hier op D10, zet ik eigenlijk het PWM-signaal wat daarbij hoort, bij de binnenkomende signaal. En dat signaal, dat PWM-signaal gaat hier via dit filtertje en dan wordt het een analoge spanning en die gaat hier naar A0. En ongeveer tegelijkertijd, niet helemaal, zet ik ook D4 hoog en dat is het signaal, hier gaat hier naar D4 van deze Arduino. Dat is de trigger voor deze Arduino om poort A0 uit te lezen. Zo moet het gaan werken. Nou, belangrijk is natuurlijk dat de 5 volt spanning aan elkaar gekoppeld is. Dus deze onderste Arduino die krijgt gewoon 12 volt op V in. Die maakt daar 5 volt van. En die 5 volt die geef ik aan deze Arduino. En nog belangrijker is natuurlijk dat de grounds aan elkaar verbonden zijn. Laten we even kijken naar de sketches van allebei de Arduino's. Dan kunnen we zien hoe het echt werkt. Dit is de sketch van de infrarood ontvanger. Ik maak geen gebruik van libraries. Ik heb mijn eigen functie geschreven. Dat vind ik soms leuke uitdagingen zijn dat. En het begint hier met een interrupt. Op pootje 3 zit het signaal van die sensor. En zodra dat laag gaat, van hoog naar laag, dan roepen we de functie getSignal aan. Nou, dat ziet er zo uit. Hier getSignal.
Als we daar binnenkomen in die functie, dan is het signaal laag, want daardoor ging die trigger af. En dan meet ik eerst hier in dit loopje hoe lang het signaal laag blijft. En dat doe ik hier met een poortcommando, die pin status. Ik gebruik dus geen digital read, maar ik gebruik dit poortcommando. Dat is namelijk sneller. En we hebben wel wat snelheid nodig in deze procedure. Dat lage signaal, dat moet minstens dus 2000 rondjes van die while loop duren. Als dat korter duurt, dan zeggen we gelijk return, dan is het vals alarm geweest. Nou, als we dat overleven, dan is het signaal dus hoog en dan wachten we tot het weer laag gaat. Dat doen we hier. We zeggen hier dus, while dat pootje 3 dus hoog blijft hier, doen we niks. Gewoon wachten. En daarna komt er een for loop. Een for loop van 40 stuks. Want dit ding stuurt namelijk hierna, naar die eerste laag en die eerste hoogpuls, stuurt die 40 keer een wisseling laag, hoog, laag, hoog, laag, hoog. 40 keer. En de verhouding tussen de lengte van het lage signaal en het hoge signaal, dat bepaalt of het een 0 of een 1 is. En zo krijgen we dus een treintje van 40 nullen of 1'en. Dus het signaal is nu weer laag gegaan en ik meet hier dus hoe lang het laag blijft, hier met count low. Als het dan hoog wordt, dan meet ik hier hoe lang het hoog blijft met count high. En dan zeg ik hier, als count low groter is als count high, dan is het een 0. En dan is het een 1. En dat stop ik dus hier in een array van 40 lang. En dan heb ik dus uiteindelijk een array van 40 nullen en 1'en. Nou, dit signaal hier, als het dus 1111111111111111 is, dus dat zijn er precies 40, hè? 40 enen. Dat betekent dat je een knop ingedrukt houdt. Dus dan is het een repeat signaal. Dat is deze. Nou, die vind ik niet echt interessant. Ik vind eigenlijk de overige signalen interessant. Dat zijn deze dingen. Nou, zo zie je dus een 40 lange pulstrein. En die varieert eigenlijk alleen maar in het middelste deel hier ergens. Dus eigenlijk had ik alleen maar dat deel hoeven eruit te knippen. Maar goed, ik vergelijk nu gewoon de hele string net zo makkelijk. Dus als ik op de hekje druk hier, dan krijg ik dus dit ding. Op sterretje krijg ik dit ding. En zo bepaal ik welke knop er is ingedrukt. Dan geef ik het signaal een naampje, signal. En een waarde hier, sig. Sig is 15, sig is 30. En dat is uiteindelijk de waarde die we gaan uitsturen in het PWM-signaal. Dus die is eigenlijk belangrijk. De rest is allemaal voor de sier en om zo meteen te kunnen laten zien in de video. Maar het gaat alleen maar om die cijfertjes. Je wil natuurlijk dat al die signalen zo ver mogelijk uit elkaar liggen. Dat worden uiteindelijk analoge waardes. De hoogste waarde die je kan maken is 255. Dus dat komt theoretisch overeen met 5 volt. En het laagste is 0 volt. En dat is natuurlijk als ik niks indruk. En het op ene laagste is dus 15. Dat is als ik hekje indruk. Nou, zo heb ik dus gewoon de totale range verdeeld door mijn 17 signalen. En dan kom je op 15 uit. Dus op die manier liggen ze zo ver mogelijk uit elkaar. Dan print ik de hele boel eventjes naar de seriële poort. Om te kunnen laten zien in de video. Verder nergens voor. En in de loop hier. Hier. En zeg ik dus van als we een signaal hebben, dan schrijf ik dat signaal weg als PWM-signaal naar pootje 10, zo te zien, signal. Dan wacht ik eventjes 100 milliseconden, zodat het signaal stabiliseert in die elko. Dan zet ik pootje 4 hoog. En pootje 4, dat is dus het signaal naar die andere Arduino toe, om te vertellen dat er waarschijnlijk data is op de analoge ingang. Dan kan hij het uitlezen. Daar krijgt hij dus 100 milliseconden tijd voor. Nou, in die tijd moet het al lang een keertje langsgekomen zijn, dus dat is geen probleem. En dan maak ik het pootje weer laag. En dan met een kleine delay. En dan zet ik mijn analoge uitgang weer op 0. Die signaal is 0 en die schrijf ik weg. En er zit nog een lampje in. Dat is allemaal niet belangrijk. Nou, laten we even kijken naar de seriële monitor. En dan druk ik even op OK. En dan zien we dus die hele pulstrein voorbij komen en oké. Omhoog, naar rechts, omlaag, naar links. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zie je? Werkt fantastisch. Nu gaan we even kijken naar die andere Arduino sketch.
Want die moet dus weer dat analoge signaal opvangen en interpreteren en hopelijk tot dezelfde conclusie komen. Dit is de sketch van de ontvangende kant. Hier in de loop kijk ik constant of pootje 4 hoog wordt. En als dat zo is, dan roep ik get signal, want dat is het signaal om eigenlijk de analoge poort te gaan uitlezen. Nou, dat doe ik hier dus. Analoog pinnetje 0 wordt uitgelezen, A0. En die waarde die ik dan krijg daarvan, die stop ik eventjes in een string. En dat doe ik eigenlijk alleen maar om zo meteen te kunnen uitprinten, want dan kunnen we zien wat er gebeurt. Dan hebben we alle knoppen, 9 tot en met 0 en OK tot en met hekje, die hebben een waarde gekregen. En 9 is de allerhoogste waarde. Die kreeg waarde 255. Dus dat zou theoretisch betekenen dat die 5 volt uitstuurt. En dat zou dan hier betekenen aan deze kant dat ik het getal 1023 zou terugkrijgen. 1023. Want dat is namelijk de hoogste waarde die je kan meten, 5 volt, op een analoge ingang. Dat is een 10-bit getal. Dus 1023 zou je dan verwachten. Maar dat krijgen we niet. We krijgen ongeveer 700. Omdat we wat spanning verliezen in dat filter. Als we even gauw kijken nog naar dat schema daarvan, hier. Dan zien we dus dat het signaal hier ook in die elko gestopt wordt. Maar het wordt constant belast door deze weerstand. Die trekt ook constant die elko weer leeg. Zodat als het signaal wegvalt, dat ook het signaal aan deze kant gauw weg is. Dat het niet bewaard wordt in die elko. Dus we houden een iets kleinere waarde over. Nou, maar als het groter is als 630, dan kan het alleen maar 9 zijn, want hoger hebben we niet. En dan zeggen we gelijk, return, we hebben hem gevonden, het is de 9. Als het niet groter is als 630, maar het is wel groter als 600, ja, dan kan het alleen nog maar 8 zijn. Zie je, dan hebben we 8 gevonden en we zeggen return, we hebben hem, het was 8. En zo gaat het verder. Dus als ik het hekje indruk, ja, dan doet hij al die vergelijkingen. Uiteindelijk komt hij tot de conclusie dat het een erg klein getal is. Maar het is wel groter dan 20, dus het is het hekje wat ingedrukt is. Als het nog kleiner is, ja, dan is er helemaal niks ingedrukt. Maar dan zijn we ook nooit hier terechtgekomen als het goed is. Dus we gaan even kijken hoe dit werkt in de seriële monitor. Als ik even druk op het getal 1, dan zegt hij hier ook, ik kreeg de waarde 359. Even kijken, 359, ja, dat is inderdaad niet groter als 370, dus het is geen 2, maar het is wel groter als 340, dus het was inderdaad 1. En dan drukken we even op 2, 3, 4, hier oké. Okay. Als ik hem een paar keer indruk, zie je dat je af en toe een andere waarde krijgt, 289, 290. Het wijkt een klein beetje af soms. Hier. 283 zelfs. Dat is best nog wel een verschil tussen 290 en 283. Dus dit toont al gelijk een beetje aan tot het, tot je niet al te veel signalen kan maken. Want dan liggen die dingen te dicht bij elkaar en dan kan je ze niet meer goed onderscheiden. Nou, verder lijkt het wel goed te werken. Alleen als ik nu bij sterretje kom, sterretje gaat goed. En een hekje gaat niet goed. Herkent hij nog steeds sterretje. Hekje geeft, als ik hekje druk, krijg ik de waarde 75. En dat klopt niet, ik had namelijk een veel lagere waarde verwacht. Dus eigenlijk moet ik deze even opnieuw afstellen. Want als ik op sterretje druk, krijg ik 112. Dus als ik zeg het is groter dan 90, dan is het sterretje. Nu zou het weer moeten werken. Sterretje. Hekje, ja, zie je. Nou, hoe komt dat nu? Dat het net niet klopte, terwijl ik het toch eerder gemaakt heb, dan toen klopte het wel degelijk. Dat komt omdat ik nu een andere spanning als voedingsspanning gebruik. Hij wordt nu gevoed door de USB. Als ik eventjes de labvoeding aansluit en ik geef die Arduino een mooie krachtige 12 volt, dan is de 5 volt spanning net iets hoger als dat die nu is. En die 5 volt spanning die wordt gebruikt als referentiespanning voor de analoog-digitale conversie. En daarom is het ook belangrijk dat we hier die 5 volts aan elkaar gekoppeld hebben. Zodat wat hij 5 volt noemt, dat hetzelfde is bij hem. Dat het ook 5 volt is. Want hier maak ik een signaal. En de referentie van het signaal is mijn 5 volt. En hier meet ik een signaal. En de referentie is weer 5 volt. Dat moet dan wel dezelfde 5 volt zijn. Nou,
Als we nu hier een externe spanning aansluiten van 12 volt, dan gaat die 5 volt een klein beetje afwijken. Dan is mijn bereik van die 15 tot de 255, dat verloopt een beetje tussen 0 en 5 volt, als dat ik de interne spanning gebruik of de spanning van de USB die binnenkomt. Dan wordt het bereik een beetje kleiner. En zo krijgen we dus een beetje ellende met de verschillende spanningen. Nou, dit zouden we dus moeten kunnen oplossen door gewoon een mooie stabiele 12 volt aan te bieden altijd. En bijvoorbeeld een externe spanningsreferentie te gebruiken die altijd gewoon keurig 5 volt is. En die wordt dus niet gemaakt door de Arduino zelf. Die maken we extern ergens aan en die bieden we aan op de referentiepin. Die hebben we hier ergens, hè, referentiepin. Hier, ref, daar zit die. Daar bieden we dus een mooie stabiele 5 volt aan. En die gebruikt hij als referentie. Hij is nu zo ingesteld dat hij gewoon de voedingsspanning gebruikt als referentie. En ja, dat is dus niet helemaal betrouwbaar. Nou, dus nu zie je eigenlijk al waarom dit in de praktijk lastig is. Of tenminste, in dit geval is het lastig. In de praktijk zou je het gewoon beter moeten uitvoeren. En dan zou het misschien best kunnen werken. Nu kies ik voor een andere oplossing. Dit is de oplossing die ik wel ga gebruiken. In plaats van het ene analoge signaal gebruik ik 4 digitale signaaltjes. Waarmee ik dus eigenlijk 4 databits maak. Hier 4 uitgangen en hier 4 ingangen. En dan kan ik dus gewoon binaire getallen maken van 0 tot en met 15 in 4 bits. Dus 0 tot en met 15, 16 signalen. Helaas zitten er 17 knopjes op mijn afstandsbediening. Dus deze en die geven nu hetzelfde resultaat. Dat is allebei signaal 15. 0 is gewoon signaal 0. 1 tot en met 9 zijn signalen 1 tot en met 9. Dan heb ik hier nog 10, 11, 12, 13, 14. En hier dus 15. En 15. Dit is weer de sketch van de zendende partij. Van degene dus die de signalen ontvangt. En doorstuurt naar die tweede Arduino. En daarin gebeurt grotendeels natuurlijk hetzelfde. En hier waar die signalen gematcht worden, daar zeg ik nu dus, SIG is gewoon 0 tot en met SIG is 15. En zoals ik al zei, hekje en sterretje zijn allebei 15. Dus die kan ik niet onderscheiden. En dan heb ik hierachter even gezet wat dan de binaire waarde is van die SIG-waarde. Dus hier 0 is dit natuurlijk. Nou, 5 is dan dit. En deze bitjes ga ik dus uitsturen via die uitgangen. D5, 6, 7 en 8. Dat zijn die 4 datalijntjes. Dus dan moet je zien uit te vinden wat de waarde is van die individuele bits bij een bekend getal. En dat kan je doen met de functie bitread. Hier heb ik het ook gebruikt om eventjes die dingen te printen. Dus ik zeg hier bitread van dit getal, getal SIG, bijvoorbeeld 14. En dan lezen we eerst bit 3 uit. En bit 3, dat is de meest linkse hier, die. Dat is bit 3. En de volgende is bit 2, dan 1. En de meest rechtse is bit 0. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien onlogisch, hè. Maar dit is bit 0 en dit is bit 1, bit 2 en bit 3. En dat is eigenlijk wel logisch, want als namelijk de getallen groter worden, dan komen er aan deze kant bits bij. Ik heb hier het getal 15... Als ik het getal 16 wil maken, ja, dan zal ik toch echt aan deze kant een bit moeten toevoegen. En die zijn allemaal 0 dan, hè. Zo, zie je? Dus dit is dus dan bit 4 geworden. 0, 1, 2, 3 en 4. Dus nu print ik hier weer eventjes die bitjes uit. Dat ga ik zo meteen natuurlijk niet doen. Ik ga zo meteen gelijk zeggen hier return. Want we hebben alleen maar dit dingetje nodig. En daarna kunnen we terug naar de loop. Maar voor nu wil ik het eventjes laten zien. En dan kan ik het hier even printen. Nou, dan is dus die waarde van SIG die is gezet. En dan gaan we naar de loop terug. En dan zeg ik dus, in plaats van dat ik eerder die analoge waarde uitstuurde, stuur ik nou dus met digital write, stuur ik naar D5 de waarde van bit 3 in het getal SIG. En naar 6 stuur ik 2, naar 7, 1 en naar 8, 0. En ik maak dus pootje 4 ook even hoog om te signaleren naar die andere Arduino dat er data uit te lezen is op de digitale
op bus, zal ik maar zeggen. Nou, als we dit dus eventjes bekijken in de seriële monitor, dan zien we dus als ik 5 indruk, dan zien we dus 0101, getalletje 5. Oké, right, left, down, up, al die verschillende dingen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dit is de ontvangende partij, de sketch van de ontvanger. Die heeft dus die 4 databits die komen binnen op A0, A1, 2 en A3. En in de loop zeg ik dus, als digital read, als die als pootje 4 hoog gaat, dan moeten we eventjes get signal doen. Dan moeten we dus even die databus uitlezen die we hier gemaakt hebben. En dan print ik even uit wat dan de interpretatie daarvan is. Nou, hier heb ik dus get signal. Het is mooi kort. Net hebben we dus de functie gezien bit read. En het tegenovergestelde daarvan is bit write. Dus ik heb een integer gemaakt, s. En die is normaal, die begint op 0 uiteraard. En dan zeg ik van nou, in dit getal gaan we een bitje zetten. Namelijk de derde bit daarvan, die krijgt de waarde van A0. En A0 wordt dit keer gebruikt als een digitale ingang. Dus digital read, hij is 0 of 1. En als hij 1 is, nou, dan krijgt dus de derde bit krijgt dus de waarde 1. En hier krijgt dus de tweede bit de waarde van dit ingangetje. De eerste bit krijgt deze en de nulde bit krijgt die. En zo bouwen we eigenlijk weer terug wat we net hebben gemaakt. Net hebben we die bits uit het getal getrokken. En nu stoppen we die bits in het getal. Nou, dan maak ik eventjes een stringwaarde van het getal s. En dat overschrijf ik dan nog een keertje. Als s 10 is, dan zeg ik van nou, het is eigenlijk is het up. Als het 11 is, is het down. 12 left, 13 right, 14 oké. En 15 is het hekje. Ik kan nu natuurlijk niet meer hekje en sterretje onderscheiden aan deze kant. Het doet allebei hekje. Dus als we dit bekijken in de seriële monitor. Dus ik druk nu op 2. En dan krijg ik dus vanaf die andere Arduino krijg ik het getal 2 door. Oké, up, right, down, left. Nou, dat werkt dus hartstikke goed. En dat werkt dus een stuk betrouwbaarder eigenlijk als dat analoog gedoe. Dus dit is de manier waarop ik het ga toepassen. In die loop van dat tijdkritische proces heb ik heus nog eventjes tijd om digital read 4 te doen. Om even te kijken of er een signaaltje binnengekomen is van de afstandsbediening. En dan hoop ik dat dit ook nog wel snel genoeg gaat, get signal. En dan kan ik uitvoeren wat ik moet doen. Maar dat zien we in een toekomstige video. Nou, zoals ik al zei aan het begin, is dit eigenlijk een zijspoor van een ander project waarmee ik bezig ben. Een leuke robot weer, maar dat laat ik je de volgende keer al zien waar het er precies over gaat. Dus misschien moet je even overwegen om te subscriben. Hier onderin, subscribe. En dan dat belletje. Maar je weet hoe het werkt, denk ik. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Uit.